Wij zijn Jos en Lars Verkamme uit Vremde. We zijn een hok dat zich al jaren toelicht op alle afstanden, in alle categorieën van jonge tot oude duiven. Dat vinden we heel belangrijk om een ras te creëren dat zowel kan vroeg vliegen op kortere afstanden als verdere afstanden. Daar vinden we dat we op termijn beter en sterker duiven mee krijgen. Onze bekendste duif is natuurlijk Mustang, maar dit is onze nieuwe parel, La Donna, misschien een van de allerbeste allround duiven van de laatste jaren die in België gevlogen heeft. Ze wint op 1 jaar tijd de 3e Nationale Limoges van 16.000 duiven, maar verder ook de 10e Nationale Châteauroux. Van een vlucht van 310 kilometer Melun wint ze ook de eerste prijs tegen 2700 duiven. Dus het is echt een duif met een uniek palmarès en we vermoeden dat de komende jaren ze wel eens Mustang kan opvolgen als topkweker. Wat geven wij aan onze vliegduiven tijdens het sportseizoen? Wel, wij geven 4 verschillende mengelingen. Ons principe zal ik even kort uitleggen. Ons idee is eigenlijk om een duif in het begin van de week iets lichtere mengeling te geven en dan naarmate de dagen vorderen en de inkorving aan de vlucht nadert steeds zwaarder voeder te geven. Ik heb ze hier opgelijst in volgorde van zwaarte van de mengeling. De eerste mengeling die we hier geven is Geri Plus. Geri Plus is eigenlijk een eiwitarme mengeling en een basismengeling die we vaak gebruiken om te mengen met andere voedselmengelingen. We geven dit vooral in het begin van de week, wanneer de duiven net terug zijn van de vlucht. Ze hebben dan 1 avond zwaarder eten gehad en de dag erna beginnen we de dag met Geri Plus. De volgende mengeling die ik hier staan heb is de Master Wetenschap. Dit is misschien wel onze belangrijkste voederzak die we geven tijdens het sportseizoen, omdat de duiven hier hoofdzakelijk van dit te eten krijgen. Het is een energierijkere mengeling dan Geri Plus, maar toch nog niet te zwaar. Dus al bij al blijft het een lichte mengeling wat duiven vlot eten en verteren. Vooral op maandag, dinsdag, woensdag krijgen de duiven van dit eten te eten tijdens hun voederbeurten. De volgende mengeling is de Master Black. Hier zit heel veel zwarte maïs in, wat we persoonlijk een heel interessante mengeling daarom vinden, omdat in die zwarte maïs heel veel extra vorm van energie zitten die de duiven zeker kunnen gebruiken. We geven dit meer en meer naarmate de dagen van de week vorderen. En vooral op woensdag en donderdag is dit de hoofdbrok dat de duiven voorgeschoteld krijgen bij hun voedselbeurt. De vierde zak die ik hier heb staan is de Master Air Exclusief. Master Air Exclusief is een heel energierijke mengeling. Dus onze ervaring is om dit niet te geven voor de kortere vluchten van 200-300 kilometer, omdat de duiven anders met een overmaat aan energie zouden ingekurfd worden, wat toch niet de bedoeling is. Nee, wij geven deze mengeling vooral als er heel moeilijk weer voorspeld is, zijn de warme temperaturen, kopwind, dan geven we dit en dan liefst op de vluchten van 600-700 kilometer, waar duiven toch elke vorm van energie kunnen gebruiken om die tocht huiswaarts zo snel mogelijk te kunnen voltrekken. Afsluiten doen we bij het populaire All-in-One. Dit geven we aan al onze duiven, dus ook aan onze vliegduiven dagelijks. De duiven zijn er verzot op. En het is een mooie afwisseling of een mooie complementair gegeven voor de andere voedsel- of voederproducten. Dus dit geven we steeds elke dag van de week. En daar zijn we heel tevreden over. Zoek je nog extra informatie over hoe de duiven te verzorgen tijdens het sportseizoen? Surf dan zeker naar de website van Verzeel Laga voor extra informatie hierover.